Eerst naar Macedonië, waar de regering sinds vandaag een avondklok heeft afgekondigd in Tetovo. Dezelfde regering die de afgelopen twee dagen met het parlement in spoedzitting bijeen was om een dreigende burgeroorlog te voorkomen. In de hoofdstad Skopje staat collega Herman van Gelderen. Herman, goedenavond. Is er dat gelukt? Hallo Sven. Nee, die spoedzitting heeft een paar dingen opgeleverd. Het heeft allereerst niet opgeleverd dat er een kabinet van nationale eenheid is gevormd. Daarvoor is de steun kennelijk toch te gering. Die spoedzitting heeft wel opgeleverd dat er een verklaring is aangenomen en getekend is door alle partijen. De belangrijkste elementen uit die verklaring zijn dat alle partijen het geweld veroordelen en dat ze ook alle noodzakelijke maatregelen om de stabiliteit terug te brengen zullen steunen. En belangrijk is dat ook de twee grotere Albanese partijen die verklaring hebben getekend. Maar toch was er geen volledige unanimiteit. Er zijn 6 Albanese politici die zich onlangs van die twee grotere Albanese partijen hebben afgescheiden. Die 6 die hebben zich afzijdig gehouden, die hebben geen stem uitgebracht. Dus er was geen complete unanimiteit. En er is vanmiddag is premier Georgievski verschenen, ook op televisie. Wij waren aanwezig bij die toespraak. Die sprak hele felle woorden. Die heeft gezegd dat hij de terroristen zal uitroeien als ze hun geweld niet zullen stoppen. Hij heeft ook en passant een aantal dingen gezegd over het leger. Want heel interessant is dat Georgievski wel een probleem heeft. Hij heeft namelijk een heel zwak leger. Dat bestaat uit amper 10.000 soldaten, maar een paar honderd elite troepen heeft hij, slechts enkele tientallen tanks en helikopters. En Georgievski wees daar ook op en hij gaf en passant zijn voorganger, die hij 2 jaar geleden heeft afgelost, die voorganger gaf hij de schuld. Laten we even kijken naar de premier. Денеска во Република Македонија чекаме секој ден по 30 камиони оружје и муниција влегуваат од разни страни за да го надополниме сето она што некој друг испуштил да го направи. Четврто предоство. Точно двојно секој ден се зголемува интензитетот и капацитетот на изфрлените гранати врз терористите секој ден за ден. Ферме таал дар фа менеер Джордевски. Нао, спунт мен ен грилја оорлог натурлик, дат ди грилјас зих ophouden ин де берге ен дат је кунт шите оп де берге тот је дербай неервалт, мар дат ди грилјас дар вајних фан мерке ен блијфе терушшите. Дус хефт дат вел зовел зин егелик? Ja, dat klopt Sven. Kijk, een guerrilla-oorlog in bergen en zeker dicht beboste bergen is een gruwel voor elke soldaat. Zeker voor slecht getrainde soldaten. Je wordt van bovenaf beloerd, je bent een doelwit. Met een tank kun je natuurlijk geen berg op en ook helikopters, als ze te laag komen, zijn dan doelwitten om neergehaald te worden. Dus een hele moeilijke strijd zal het worden. Aan de andere kant is het natuurlijk wel, zodat ook de rebellen niet naar beneden kunnen om de zaak verder te veroveren als daar een troepenmacht is gelegerd. Kortom, wat je dan krijgt is een soort van status quo die heel lang kan gaan duren. Ja, oké. Herman van Gelderen, dank je voor dit moment. Je blijft daar in Skopje en we zullen je de komende dagen nog vaker zien in Netwerk. Dank je. Ooit was Macedonië het voorbeeld van hoe het ook kon op de Balkan. Albanezen, Serviërs, Zigeuners en Macedoniërs leefden er vreedzaam naast elkaar. Maar sinds een paar dagen lijkt dat voorgoed voorbij. Herman van Gelderen en cameraman Leon Mennens vanuit Tetovo, waar de strijd tussen de Albanese rebellen en het regeringsleger onverminderd doorgaat. It is tears. Sometimes you get, you know, tensed. You get. Okay, I'm sorry. Could you just? I don't know. Can I use the word pissed off? Well, it's really frustrating. After all those years, you were building something, trying to bring people together. Now you see that they're leaving. Nobody here. Dat is nou juist het tragische van de situatie. We waren op de goede weg. Het is duidelijk dat een aantal hervormingen noodzakelijk waren. Jarenlang zijn die maar mondjesmaat ingevoerd. Maar nu ging het de goede kant op. Sreten Kokeski, student, etnisch Macedoniër, maar bovenal leider van een centrum waar zowel Macedonische als Albanese jongeren komen. Sreten is een van de Macedoniërs die niet gevlucht is. I would like to stay here. This is my city. You don't feel safe. They start shooting. You hear from different places, different directions. You don't know. En dit is Sretens Albanese partner,
Albert Muzliu, van beroep arts. Samen hebben ze zich de afgelopen jaren ingezet om beide bevolkingsgroepen nader tot elkaar te brengen. We did a polling in which one of the main reasons was pointed that they just don't know too much about each other and they are, let's say, victims of stereotypes. So in every ethnic group you have many stereotypes and prejudices about the members of the other ethnic group. Ja. 50 kilometer van Tetovo, het kantoor van de OVSE in Macedonië. Max van der Stoel, hoge commissaris voor minderheden van de Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa, brengt een bliksembezoek. Van der Stoel, die de regio zeer goed kent, benadrukt dat juist Macedonië vooruitgang boekte. De Albanen zijn vertegenwoordigd in het parlement, zijn vertegenwoordigd in de regering, hebben hun scholen. Hebben hun media ook sinds kort een Albaans televisieprogramma. Dus het bepaalt niet zo dat er een sprake is van een onderdrukking. Er is de noodzaak van verdergaande hervormingen. Maar nogmaals, we waren nu juist op de goede weg. Er moet geen twijfel over zijn, dit had niet deze ernst en deze vorm kunnen aannemen als er niet duidelijk die hulp en die steun van over de grens was gekomen. En daarmee doelt Van der Stoel op steun van over de bergen, vanuit Kosovo, waar KFOR-troepen de rust tussen Albanese en Serviërs moeten handhaven. Van der Stoel oordeelt hard over KFOR, dat nalaat aanvoer van wapens en Albanese strijders naar Macedonië te verhinderen. Ik moet wel zeggen dat er waren dus eerder incidenten elders, dat de KFOR langzaam op gang is gekomen en dat er meer resolute actie at een vroeger stadium duidelijk gewenst zou zijn geweest. Veel actievere opstelling. Ja. De feestverlichting voor een islamitisch feest kort geleden. Nu het decor van een oorlogsgebied, waar geweervuur de dialoog overheerst. En de bevolking vertrekt omdat verdere escalatie op de loer ligt. How sympathetic are Albanian people to the rebels in the mountains? I don't know that. We didn't have a polling on that, but I'm very sure that if the response is aggressive, if the response of the government is aggressive, if it's not measured, then the sympathy will probably grow. I mean, it's evident that there are problems which exist in Macedonia. There are some bad memories on the behavior of the police. So there is a certain mistrust among the population towards the uniformed people. Mm-hmm. And if they are confident that the police uses force as much as is necessary, and if it's done in a professional manner, maybe these sympathies will not raise. Het conflict heeft het werk van Albert Muzliu en Sreten Kocescu tijdelijk lam gelegd. Toch geven ze de hoop niet op. Vanaf morgen zullen ze dagelijks een gezamenlijk nieuwspamflet onder de bevolking verspreiden. In twee talen. We have different priorities now, especially to influence, not to create panic among the people, not to leave, to stay, to give the proper information, responsible information. Efficient information about what's going on, aiming to calm down the tensions which are happening. You know, in this kind of situations, rumors are the things which are very dangerous. 5 dagen geweld in Macedonië. Het enige positieve is dat het beperkt is gebleven tot Tetovo. Maar de vraag is, hoe lang nog? En hoe moet het Westen reageren? Inzet van troepen of niet? Dat is een beslissing waar de NATO kennelijk nog niet aan toe is. Maar het lijkt mij een aspect dat onvermijdelijk in de komende weken op ons afkomt. Aldus Max van der Stoel vanuit Skopje, Macedonië.
Morgen debatteert de gemeenteraad van Enschede over de conclusies van de commissie Oosting. U weet het, de commissie die de vuurwerkramp onderzocht en hard oordeelde, ook over de gemeente. Op voorhand lijkt burgemeester Mans niet in de problemen te komen. Maar het is bepaald niet uitgesloten dat er wel degelijk koppen zullen rollen. Bijvoorbeeld die van VVD-wethouder Koopmans. Eén wethouder is al opgestapt. Vanavond praat Dick Buursink voor het eerst sinds zijn aftreden voor de camera over zijn beslissing. Tim Dekkers en Herman Zaalberg over bestuurders en het nemen van verantwoordelijkheid. Secretaris Robin Linschoten met de zogenoemde CTSV-affaire. Ik trek daaruit mijn consequenties en zal aan haar majesteit de koningin vragen mij ontslag te verlenen. Ik vond op dat moment blijven zitten een ernstig politiek risico. En natuurlijk, als alles gaat met het hockey waren gegaan en die fractievoorzitters waren er nog eens met de zweep overheen gegaan. Het is vaker gebeurd. Mea culpa, door het stof en morgen gewoon weer verder. Ja, ik vind, dat moet je dus niet doen. Dat moet je niet eens willen. Want het tast je politieke gezag aan. En ik vind dat een bewindsman, ook in die Tweede Kamer, echt meer dan 100% politiek gezag moet hebben. Linschoten biecht nu na 5 jaar op dat hij premier Kok destijds expres zo laat mogelijk op de hoogte stelde van zijn opstappen. Toen ik zelf serieus overwoog om af te treden, dan zie je dat de omgeving om je heen, dat daar een mechanisme op gang komt die je van dat idee probeert af te helpen. Waarom dat zo is, weet ik niet, maar dat heb ik heel erg sterk gevoeld. Dus ik heb de kring van mensen waarmee ik dat besprak op dat moment natuurlijk heel erg beperkt gehouden. En waarom zou dat zo zijn? Waarom zou die omgeving, waarom zou een premier dat niet willen? Ja, nou, dat heeft naar alle waarschijnlijkheid met die politieke cultuur in Nederland te maken. Alsof het slecht is om af te treden. Alsof dat een kabinet zou beschadigen. Ik geloof het niet. Ik denk dat je juist zorgt voor ruimte voor zeg maar 100% politiek gezag van je opvolger. Terug naar de Enschedese wethouder Dick Buursink. Hij koos er dus doelbewust voor om het debat vanmorgen in de gemeenteraad niet af te wachten. Sommigen noemen zijn houding de politieke zuiverheid ten top. Maar burgemeester en partijgenoot Jan Mans gruwt ervan. Ik heb daar een andere opvatting over. Ik zou dat een laffe stap vinden als ik vandaag... Waarom is dat laf? Nou, dat is makkelijk. Dan ga ik naar huis. Dan zit ik hier vanavond niet. Dan zeg ik de groeten. Ik ga mijn pensioen en ze zoeken het maar uit in Enschede. En wat ik allemaal verkeerd en niet gedaan heb, daar kun je naar fluiten. Nee, dat is geen houding. Ik hoor dat in de gemeenteraad te doen. Dat is het forum daarvoor. Wat had ik dan tegen de raad moeten zeggen? Van god, nou ja, een beetje vervelend. Ik heb het niet het geweten. Spijt me. Ik heb het fout ja, gedaan. Dat is de sorry-cultuur waar Nederland al heel lang onder gebukt gaat. Elkaar goed vasthouden in bestuurslichamen. Of je nou een kabinet hebt of een college. Ja, heel vaak gaat het zo van. Sorry. We hebben het niet geweten. En vervelend. En ja, hij had ook wel een beetje schuld. En zij doet er elkaar wat toe.
En elkaar vasthouden, hè, want we zijn collectief verantwoordelijk. En waar leidt dat uiteindelijk toe? Dat niemand de verantwoordelijkheid neemt. En ik vind dus de ultieme vorm van verantwoordelijkheid nemen is aftreden. Ik vind het moediger om naar die gemeenteraad toe te gaan, is te horen wat de opvattingen van de verschillende fracties zijn. En daar vervolgens je eigen mening tegen aanhouden. En dan kun je met opgeheven hoofd aan het eind van dat debat zeggen van jongens, er zijn fouten gemaakt, ik neem die verantwoordelijkheid. Maar nu hebben jullie ook mijn kant van het verhaal gehoord. Ik trek mijn eigen consequentie en ik treed af. Dat vind ik de koninklijke weg. Moet je zoveel mogelijk bewandelen? Nou ja, dat zie ik liever. Dat iemand even een briefje schrijft van ik hou het voor gezien, tabé. Door het vroegtijdig aftreden van Buursink is de druk op burgemeester Mans en op de gemeenteraad toegenomen om ook consequenties te trekken uit het gemeentelijk falen. Robert Linschoten wil het niet hardop voor de camera zeggen. Maar de VVD'er vindt dat burgemeester Mans in het belang van Enschede na het debat beter kan opstappen. Het moet niet zo zijn dat het einde van het debat is van gut, Pietje is zo populair, laten we hem om die reden maar laten zitten. Nou, dat gebeurt nu wel ongeveer. Nou, dat weet ik niet of dat gebeurt. Ik ga ervan uit dat er een goed debat in die gemeenteraad van Enschede gaat plaatsvinden. Het is mijn individuele afweging geweest. En Jan Mans moet dezelfde afweging maken. Hè. Die moet ook in zijn hoofd zich af gaan vragen. Maar ja, heb ik verantwoordelijkheden die ertoe moeten leiden dat ik mijn positie ter discussie stel? Els Koopman ziet hem dito. Misschien ook wel mensen in de ambtelijke organisatie, dat weet ik niet. Hè. Maar iedereen komt zichzelf met deze vraag tegen. En ik ben niet mijn broeders hoeder en die moeten allemaal zelf dezelfde afweging maken. Politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. Het is de vraag die straks zeker ook opgaat voor de betrokken ministers. Maar het plus van Den Haag plakt, dat is bekend. Ik denk dat daar heel sterk de idee zal zijn van, nou ja, we zijn allemaal een beetje verantwoordelijk. En het is een coalitiebelang, niet goed dat er iemand weggaat. En nou fijn, en wat ik zei, ze kunnen me niet missen. En ze zijn zo gek op mij en ik ben zo belangrijk. En dus blijf ik maar zitten. Nou, dat zal in Den Haag ook wel weer... En u vindt dat ik niet terecht? Ik vind dat eigenlijk niet kunnen. Daar kan ook wel een beetje pissig over worden. Als er zo'n ramp heeft plaatsgevonden en de oorzaken liggen zo helder. Je kan ook in Den Haag nog weer verschillende types aanwijzen. Maar Defensie heeft daar enorme steken laten vallen. Binnenlandse Zaken heeft de coördinatie echt laten zitten. From met haar rol heeft het echt niet goed gedaan. Als de Kamer het laat bij, sorry... En we hebben de les uitgeleerd en we gaan over tot orde van de dag. Dan vind ik dat als slachtoffer in Enschede zeer onbevredigend. Kijk, de tactiek van iedereen maar een beetje schuldig verklaren en dus niemand. En dus geen consequenties is iets wat heel slecht is voor de beeldvorming rondom de politiek. Dus dat vindt u wel? Ja, absoluut. Dat moet je ook niet doen. Ook in dit dossier? Ja, maar dat moeten politici dus ook niet willen doen. Ik vind het over het algemeen heel verstandig om de verantwoordelijkheden heel helder te duiden. Het is niet te geloven. Nee. Dick Buursink is dus helder geweest. En toch knaagt er iets. Als wethouder Leefbaarheid en Wonen heeft hij zich de afgelopen maanden ontfermd over de slachtoffers van de vuurwerkramp. Zoals hier een paar weken geleden bij een vuilnisbelt, waar slachtoffers zoeken naar resten van hun huis. Nou, dat knagen bij mij is van ja, wie zorgt er nou voor die mensen? Het is wel een beetje eigenwijs eigenlijk, want ja, waarom zou een ander niet voor mensen kunnen zorgen? Maar goed, ik had nou eenmaal die rol ook een beetje gekregen, hè, die wederopbouw en de hele sanering van het gebied en het onderhouden van de contacten met mensen daar. Dat knaagt wel in de zin van, ja, wie gaat er nou overnemen? En daar heb ik nog een beetje zorgen over, ja. Het debat in Enschede begint dus morgen en zal naar verwachting 2 dagen duren. Volgende onderwerp. De opwarming van de aarde kan op den duur een serieuze bedreiging vormen voor de natuur in Europa. Van Noorwegen...